Hoe de jaarwisseling dit jaar zal verlopen, is voorlopig nog even koffiedik kijken. De roep om een eenmalig vuurwerkverbod om de druk op de ziekenhuizen dit jaar te beperken, wordt steeds groter. Maar richten de Tilburgers hun pijlen ook op zo'n eenmalig verbod? Ik denk dat er wellicht een combinatie gevonden kan worden in vuurwerk afsteken op een gezamenlijke plek. Veilig voor iedereen. En misschien een korte periode dat er met klein vuurwerk, niet gevaarlijk vuurwerk, toch de mogelijkheid wordt geboden om zelf af te kunnen steken. Ik zou dat prima vinden. Ja. Dat nergens vuurwerk verkocht of het ook kan worden. Ja, ik zou er zelf niet zoveel problemen mee hebben, want ik steek zelf nooit vuurwerk af. En mijn dieren die zijn er echt doodsbang voor. En ik zelf vind het ook niet heel erg leuk om vuurwerk zomaar dicht bij me te hebben. Dus ja, mij maakt het eigenlijk echt niet zoveel uit als het er niet is. Ik ben er erg voor. Ik ben er erg voor. Gewoon nu, omdat het corona is, de ziekenhuizen hebben toch al heel veel werk. En ik vind het ook best, ik vind het niet nodig, al dat geknal. Ik woon toevallig bij een park waar nu al heel erg geknald wordt. Niet in Tilburg. Maar ja, ik vind het gewoon heel lastig. Op bepaalde plaatsen wel, ja. Niet dat lukraak links, rechts, rechts dan. Maar dat de gemeente toch wel plaatsen dan aangeeft dan van daar wordt het, of daar mag het. Ja, daar ben ik wel voor, ja. Want je bent toch wel gewend dan van ja, dat je met nieuwjaar toch wel rotjes hoort en zo dan, ja. Ja, ik zou het ook wel prima vinden, denk. Dat vuurwerk meer ongeluk veroorzaakt dan dat het plezier geeft of zo. Ja, een beetje dubbel gevoel inderdaad. Van de ene kant denk ik van ja, het hoort erbij. Het hoort bij oud en nieuw en iedereen moet het kunnen doen, kunnen afsteken. Van de andere kant, ja, het levert ook heel veel problemen op. En dan vooral bij de zorgpersoneel, politie, et cetera. Dus ja, zolang mensen niet goed nadenken over wat ze doen, denk ik dat het wel goed is als er een verbod gaat komen. Maar ja, dat zie je nu ook met corona. Als iedereen zich aan de regeltjes houdt, dan gaat het allemaal goed. Maar houden we niet aan de regeltjes, dan krijgen we natuurlijk hier de lockdown zoals die nu is. In ieder geval gedeeltelijke lockdown. Ik vind het niet erg, want ik koop niet geen vuurwerk, gelukkig. Maar ja, voor die kinderen zal het wel leuk zijn. En ja, als ik kan zaken organiseren, dingen, vuurwerk. El Paruba hebben we winkels, dat je iedereen kan gaan en zien vuurwerk. Gratis, je weet toch. Maar ja, ik vind het toch is mooi om die kinderen een beetje vuurwerk te kopen. Want het is zo saai in Nederland. En misschien dat is een goede ding voor die kinderen. Een beetje iets anders doen, je weet toch. Ik zou het zeker wel jammer vinden, want ik zie dat heel veel mensen die hebben er echt passie voor, die sparen daar echt heel veel geld voor. En ik denk zolang als hun het gewoon veilig houden, dat er misschien meer maatregelen voor worden gelegd in plaats van dat je het compleet verbiedt. Dat misschien mensen ook wel inzien van, oh ik hou me aan die regelen en dan gebeurt er ook verder niks. Want als je het zomaar weghaalt, hebben ze iets van, maar ik deed het wel goed. Waarom word ik ervoor gepakt? Dus ik denk dat dat misschien weer het probleem is. Ik denk dat inderdaad heel veel jongeren het daar niet echt mee eens zouden zijn. En als ze nou per stad iets zouden organiseren en kan het dan veilig houden voor de rest. Ik denk dat ze er wel mee instemmen. Maar je hebt natuurlijk het risico dat nu iedereen zelf op straat gaat en in grote groepen. En vuurwerk is zeg maar al een probleem geweest voor corona en gevaarlijk. En nu met deze situatie nog erbij zijn jongeren denk ik nog minder oplettend. Sowieso in de combinatie met alcohol natuurlijk op zo'n avond. Dus ik zou wel voorstemmen. Het is een Pierhaven, een grote vuurwerkshow. Dat iedereen kan komen kijken, dat is natuurlijk geweldig. En dan vang je het ook meteen, op. En dan heeft toch iedereen het vuurwerk en het plezier ervan. Daar is natuurlijk wetgeving voor nodig binnen een bepaalde periode. En ook welk vuurwerk dan wel en welk vuurwerk niet gelimiteerd is. Ik denk als je daar goede afspraken over maakt, komen we er samen wel uit.